Onze planning is om herdenkingspalen te plaatsen op de plekken waar vliegtuigen zijn neergekomen in de Tweede Wereldoorlog. Om niet te vergeten wat de jongens voor ons hebben gedaan. Voor onze vrijheid hebben hun leven gegeven. Mark en Chris zijn elke vrije minuut bezig met de geschiedenis rond bemanningsleden van de gecrashte bommenwerpers in de Noordkop. Mark haalt regelmatig nabestaanden uit Engeland naar de regio om ze te laten zien waar hun geliefden om het leven zijn gekomen. Bij Chris thuis in Kolhorn kwam een dramatisch verhaal ineens wel heel dichtbij. Dit huis hebben we 10 jaar geleden gekocht. En toen waren we aan het verbouwen. Op een gegeven moment ook hier met de zolder. En ik was hier aan het rusten op de zolder. Omdat ik alles op mijn knieën moest doen. En toen zat ik in de rondte te schijnen met mijn zaklantaarn. En toen viel me opeens op dat er een paar planken anders waren dan de rest van het huis, van het dak. En toen opeens zag ik dus de tekst staan van in den oorlog piloot door het dak gevallen. Ja, toen was ik echt in alle staten. In den oorlog, 1940-45, piloot doorgevallen. Een van de bemanningsleden van een uit de lucht geschoten bommenwerper viel door het dak omdat zijn parachute niet open ging. Hij ligt even verderop met zijn kameraden begraven. Mark en Chris willen hen en alle anderen graag eren, maar daar hebben ze wel een beetje hulp bij nodig. Ja, de romp is doorgevlogen nog. De motoren zijn eentje bij het ankertje neergekomen. Jullie hebben het specifiek over de gemeente Hollandskroon. Zijn daar veel crashes geweest? Ja, want we weten meer dan 40. Niet allemaal goed geregistreerd, we weten niet alles ervan. Dus als we een palen gaan plaatsen, is het van belang dat we eerst weten wat er is gebeurd. Wie het zijn geweest, wanneer het is geweest, welke squadron het is geweest. Ja, dat mag geen spel tussen te krijgen zijn. Welk was nou bij jou door het dak heen gevallen, dacht je? Ik denk Charles. Ja. Het is natuurlijk een nobel plan, jullie kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Ja, we willen ongeveer 40 palen plaatsen. Nou, een paal kost ongeveer een herdenkingspaal €1200. Nou, 12 keer 40, reken maar na. Dat is een heel groot bedrag. Dus we kunnen alle hulp financieel gebruiken, absoluut.